Epiphanie van der Hagen, de dochter van Belgische ontwerpster Kate Tillet, bracht eind vorig jaar haar eerste collectie uit onder haar lingerie-label Epiphanie. En daarmee is ze niet aan haar proefstuk toe, want 2 jaar geleden kwam ze samen met haar zus aan het hoofd te staan van het label Kate Tillet. Met haar collectie brengt ze high-end lingerie waarbij draagcomfort en design onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En we gaan eens een kijkje nemen hier in haar atelier in Assen. In 2012 hebben mijn zus en ik het bedrijf Kate Tillet overgenomen van ons mama. En zijn wij daar volop bezig geweest met het lanceren van nieuwe collecties. Maar eigenlijk was ik al bezig, nog voor 2012, al met de ontwikkeling van de lingerie. Ja. Dus de lancering is pas nu in december kunnen gebeuren. Ja. Maar ik ben wel al even ermee bezig. Ja, Epiphanie, jij ontwerpt zelfs je lingerie zodanig dat we het ook als bovenkledij kunnen dragen? Ja, inderdaad. Door eigenlijk mijn achtergrond en door mijn opvoeding en door groot te worden in dit en door opgevoed te worden door mijn mama en de gevoeligheid voor materialen, heb ik eigenlijk lingerie gemaakt met kledingstoffen. Dus niet echt voorzien voor lingerie, maar dat is uiteindelijk ook mogelijk geworden. En door de combinatie eigenlijk dat het heel redelijk bedekt is ook, dat het heel speciale vormgeving heeft en de materialen, is het eigenlijk ook een deel van je outfit. Oftewel is het voor het af te maken, maar het kan ook echt gedragen worden als een outfit. En waarom richt je eigenlijk je eigen label op, die losstaat van het label Kate Tillet? Dat was eigenlijk ook gewoon heel logisch, omdat ik heb dan op het terras met een van mijn dierbare vriendinnen zijn we op dat idee gekomen dan van die lingerie. Mm-hmm. Dan was dat ook onmiddellijk ook heel logisch dat we dat samen gingen doen. Los daarvan is het ook zo, dat zelf al creëer ik nu ook voor Kate Tillet, is dat ik creëer voor Kate Tillet met mijn eigen invloeden, maar nog steeds met Kate Tillet in het achterhoofd. Mm-hmm. En Epiphanie moet echt uit mijn buik komen. En dat moet iets zijn wat dat echt uit mij komt en niet iets... Ja, het zou niet juist zijn dat ik daar mijn mama haar naam zou plakken, terwijl dat zij daar zelf geen goedkeuring kan opgeven of dat het niet in haar filosofie is. Ja. Ik ben heel benieuwd om jouw creaties van dichtbij te zien. Kun je mij eens een paar stuks laten zien? Ja, sowieso. Wat we hier zien is eigenlijk een geplisseerde organza. Mm-hmm. Die plissage is er eigenlijk ook niet gezet, zodat je langs één kant toch nog een beetje driedimensioneel kunt werken. En die is afgewerkt met satijnen biezen, die dan ook weer al niet rekken. Dus dit is eigenlijk het puur esthetische. Dus die organza is eigenlijk het verhaal hoe ik het in mijn hoofd zag, die satijnen biezen. En dan, langs de andere kant heb je het andere verhaal, heb je eigenlijk het comfort. Dus dan hebben we gewerkt met een sensitive fabric, overal rondom. Die dat heel aangenaam is en dat je eigenlijk ook terugvindt in heel comfortabele lingerie. Dit model is ook eigenlijk trouwens het model dat ik aan heb. Mm-hmm. Is gekruist van voor, dus helemaal symmetrisch. En daaronder zit dan eigenlijk een strapless BH. Mm-hmm. Die heel stevig is uitgewerkt, dus gaat eigenlijk ook voor alle maten. Ja. Dus dat is eigenlijk ook de lange studie ook geweest voor een heel stevige, heel comfortabele basis BH eigenlijk te hebben. Mm-hmm. Waar dat dan de drapage overheen zit. Ja. En welke cupmaten vinden we allemaal terug in je label? Dus in Europese maten werken wij vanaf B70, mm-hmm. dan 75, 80, 85 en zo BCD. Ja. In Europese maten, tot nu toe. Ja, dat is al heel wat. Dat is al heel wat, inderdaad. Maar het is ook zo, het is altijd spijtig om mensen eruit te laten. Mm-hmm. Hè? Dus we gaan stilletjes aan eigenlijk, wel collectie een beetje uitbreiden. Maar tot nu toe eigenlijk wel het gevoel dat we wel juist zitten qua maten. Elk stuk is trouwens handwerk. Mm-hmm. Wordt stuk per stuk geknipt en gemaakt. En alles wordt in België gemaakt. Ah, voilà. Nog een pluspunt van een Belgisch label die in België wordt gemaakt. Ja, daar zijn we fier op, hè. Eigenlijk bij de hoge slips. Mm-hmm. Het idee is eigenlijk dat je die samen combineert met de BH's en dat je zo bodysuits maakt. Ja. Het idee is eerst
wel esthetisch gekomen. Eigenlijk om te kunnen spelen in het lijnenspel. Dus eigenlijk omdat we zitten hier met allemaal verschillende lijnen beneden en dan de lijnen van boven veranderen ook. Dus die vloeien ook allemaal in elkaar door. Anderzijds, elke vrouw is anders. En ik denk dat er weinig vrouwen zijn die dat smalleke van boven, smalleke beneden hebben. Dus nu kan je eigenlijk je onderkant van de bodysuit adapteren aan je slipmaat mm-hmm. en dan de BH aan je BH-maat en heb je toch een heel mooie bodysuit. Yeah. Zie, zijn we eigenlijk bij de lagere slips terecht. Mm-hmm. Ik denk dat dit een van mijn favoriete modellen is, om eerlijk te zijn. Omdat er ook wel een heel sterke lijnen aanwezig zijn. Langs de andere kant ook wel comfort. Ik vind dat die super ziet. Maar ik vind die heel, heel esthetisch. En je kunt die heel mooi combineren ook met de BH's. Daar ben ik heel fier op dat stuk. Ja. En dan ook de basis slips. Maar dus elk klein stukje is serieus werk geweest eigenlijk.